de aard van mijn werk is juist om op de achtergrond te verkeren en niet in de spotlight te staan. Ik vind het leuk, ik vind het onwijs leuk om die erkenning te krijgen voor mij, voor de hele redactie. Wat Pieter net zei is ontzettend belangrijk, dit kun je niet alleen. Er staat een redactie achter, er moet een bereidheid zijn van de hoofdredacteur. Niet alleen in geld en middelen, laat ik wel wezen, maar ook als sparringspartner. Een continue discussie aan te gaan, continu te zeggen, oh, moeten we die kant op, moeten we niet die kant op. Dus dat is een fantastisch proces, dat is een feest om mee te maken. Dus daar absoluut dank voor. Maar dan sta ik hier en dan is er één ding toch een beetje onderbelicht en dat zijn degenen die hier eigenlijk geëerd worden. En dat zijn de journalistieke bronnen. Dat zijn gewoon die mensen waar je afhankelijk van bent, die jou het vertrouwen geven om uiteindelijk met iets te komen. En dat zijn mensen die niet alleen jou het vertrouwen geven, maar die ook vervolgens afhankelijk van je zijn. Want die kunnen zich niet verweren. Daar kan de grootst mogelijke onzin over beweerd worden over die bronnen. Die kunnen met een kopje kleiner gemaakt worden. Zoals kinderen ook ingewikkeld kunnen zijn. En dan wordt ook, in dit geval, is daar ook de grootst mogelijke onzin over beweerd, zonder dat die mensen zich kunnen verweren. Dat begint eigenlijk bij de allereerste bron die dankzij Henrik-Jan Kortering, de freelancer die naar Nieuws toe kwam, eeuwige dank verschuldigd voor dat gegeven. Dat was het startschot. Maar die kwam bij de eerste bron en over de eerste bron schrijft zelfs de commissie Oosting dat een crimineel is die tegenpootje wilde lichten. Maar de persoonlijke kwestie is nooit Oosting gehoord, heeft geen weerwoord kunnen geven. Vervolgens zijn er een hele hoop bronnen geweest die als krachten zijn weggezet door dit kabinet, door de minister Schippers, krachten op de achtergrond, die het kabinet zouden. Die mensen hebben zich niet kunnen verweren. Lange tijd hebben wij als Nieuwsuur nauwelijks iets tegen kunnen brengen, omdat je die discussie niet aan wil gaan.